schooltuin in Park Rusthof in Sassenheim bestaat al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw, op de plaats van de vroegere gemeentekwekerij. In 1999 is er een nieuwe weg ingeslagen en heeft het huidige team een project ontwikkeld voor de vier basisscholen die al op dit stukje grond aan het tuinen waren. Het schooltuinteam ontzorgde daarmee de onderwijzers en de scholen door hen een panklaar project van 26 weken voor te schotelen. Jaarlijks komen de scholen met de leerlingen uit de groepen 6 of 7 een half jaar lang wekelijks onder schooltijd naar het park voor een praktijkles van ongeveer een uur. De circa 130 kinderen krijgen allemaal een eigen tuintje. Van zaaien tot oogsten, van tuinkers tot boerenkool, van viooltjes tot zonnebloem, van kringloop tot plastic soep, van lieve heerbeestje tot buitenplaats en van verse kruidenthee tot een hele les over bijen. Alles komt aan bod. De scholen zijn er blij mee en hebben het unieke project volledig opgenomen in hun onderwijsprogramma. Het team vindt het tuinieren met de kinderen heel bijzonder. We zijn heel blij met de verwondering op de gezichtjes van de kinderen wanneer ze na vele weken zien wat er allemaal gegroeid is. Naar je bietjes kijken, je Afrikanen kunnen eruit. Ja? We vinden het ook leuk om de kinderen te laten proeven van de oogsten. Smakelijke aardbeien, toastjes met tuinkers, rabarbertaart, tomaten uit het kastje en peer van de lijffruitmuur. En als afsluiting het soepproject. Samen de oogst van de tuin bereiden tot heerlijke soep. En wat is het niet leuker om dan samen te gaan eten. Op een hoop, daar gaat het verteren. Dat heet composteren. Ja. En dan gaan wie hier ook weer daar gaan eten? Welke beesten? Warmen, ja, heel goed. Warmen. De schooltuin in Park Rusthof is sinds 2011 de enige schooltuin in Nederland met het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. En behaalde direct één keer de maximaal verkrijgbare 4 stippen van het logo met het lieve heersbeestje. Daarnaast is de tuin een tuinreservaat van vroege vogels en aangesloten bij Veld, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Onze schooltuingroep bestaat uit 9 vrijwilligers. En de meesten zijn als goedwillende hulpouder begonnen. Dit jaar kregen wij de eerste Teylinger Vrijwilligersprijs. Een prachtige erkenning. We zijn zeer gemotiveerd om onze groene kennis door te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat als je in de opvoeding echt kennis hebt gemaakt met groen, natuur en tuinieren, je in het latere leven daar veel profijt van kunt hebben. Mooi was dan ook dat wij Marieke, een van de leerlingen uit de beginperiode, nu als enthousiaste onderwijzer van groep 7 op de tuin terugzagen.